Ik heb ze nog niet gezien. Links. Als ze van de deur gaan, zijn hesten er doorgegaan. Dan misschien komen ze ook daar binnen. Ja, we komen nu van Sachsenhausen en doen 70 kilometer in Brandenburg voor in het kamp van Ravensbrück, vrouwenkamp, toe te komen. Ik ga zien, dat Pelplaats is hier veel groter dan in Sachsenhausen. Oh ja, geweldig. Ik ga het zien. Er zat ook veel meer vrouwenvolk hier als in Sachsenhausen met die mannen. Ja, en er waren geen bomen, er was hier niks. Hè. En alle morgen van 5 tot 7 uur stond je hier. Om het waar ze aan het tellen doen. Ik ga door kinderen nog eens kijken wat erop staat. Ravensbrück voor mij is vernederingen en ontberingen en aanpassen van de vrijheid. En dan ineens aangehouden en direct. En alles was alles kwijt, alles werd een heel nieuw leven moet beginnen. Van ontbering, van schrik. Zie je, die vrouwen die tot dood veroordeeld werden, werden hierheen gestoken. En die hadden geen weg meer uit. En die werden afgeschoten hier in de gangen. Zo werden die vrouwen doodgemaakt die hier uit die cellen kwamen. Fantastisch. Dat zijn nog de originele. Daar hebben ze hier niks aan veranderd. Het is gebleven zoals dat het was. Hier zijn duizenden mensen in verbrand geweest. Maar dat wisten wij niet. Ja, wij zagen wel, wij dachten dat dat de keuken was, die dampte, die rook allemaal. Dat was dag en nacht. En dan waren die assen hier allemaal gegooid. Van de kinderen die hier geboren werden, ook daar binnen en hierin. Te kijken. We zijn er. Ik ben op het eind gekomen van mijn relaas in Saks in Ravensbrück. Ja, we rijden nu naar het buitencommando van Sachsenhausen. Dat is het klinkerwerk. Dat is te zeggen het dodescommando van Sachsenhausen. Dat was meer een strafcompagnie dan een buitencommando, zonder meer. Ik was in de granatenfabriek, van de eerste dag af tot de laatste dag. Die dag die was nog tamelijk goed gevuld. Dat begon 's morgens al bij het opstaan. Het was in het geheel niet zo eenvoudig. Dat schreeuwen en kloppen. En zo goed gaan zeggen. Het was heel moeilijk al om uit het bed te komen. Vooral die tijd waar ik aan de hoven moest doordraaien bij dat gieten. Dat was het al tamelijk pijnlijk. Dat werken was al heel zwaar.
En die hitte van de nabije oven, die deed dan de rest. In het algemeen was je na een dagwerk van 12 uur was je meer uitgeput als je ooit geweest bent. Als je nooit een paar boeien om de polsen gedragen hebt, dan weet je dat niet te verklaren wat je dan wel voelt als het gebeurt. Dat zijn schrikkelijke momenten. Je voelt je als criminele, waarbij je niet schuldig bent. Dat is iets dat nog zwaarder te dragen is als die slagen en al die bedreigingen die je moest meemaken in die treurige tijd. Als we naar huis gekomen zijn, na 45, het eerste was wat de familie vraagde, hoe en wat heb je allemaal meegemaakt? De mensen geloofden dat niet in die zin. En dat kan men ook verstaan, dat al hetgeen we zo meegemaakt hadden, ongelooflijk scheen, omdat het ook ongelooflijk geweest is. Hoe kunnen mensen, andere mensen, zoiets aandoen? Dat is tot nu toe nog nooit klaar bekendgemaakt worden. Tegenover de Duitsers, ja. Nu, ja, na zoveel jaren. Het is nu Europa geworden. Er moet allemaal. Ik heb dan geen naadzone meer. Maar vroeger als ik teruggekomen ben. Ik wilde hier 20 jaar ben ik nooit meer hier teruggekomen. Ik wilde niks kopen, al wat Duitse merken was. Ik wilde geen Volkswagentje kopen. Ik wilde geen Siemens. Al wat Duits was, wilde ik kopen. Kwamen de Duitsers in België op bezoek. En een auto vroeg de weg aan mij, neemt nu ze zeggen, ik wil naar Brugge. Ik stuurde ze aan de andere kant van de stad en zo van de kleinigheden allemaal. Zo, hier hebben ze ons kapot gemaakt, hè, zoals ze zeggen. En het is zo. Zo zonder jonge meisjes allemaal. Allez, comme moi. En fait, ça va être un test. Dat heb ik niet helemaal kapot gemaakt. Het wordt nu geschiedenis en we begrijpen dat zeer goed.
En wij zijn nog de enige veteranen die overblijven. En wij moeten het doorgeven aan de jeugd. En doen als geschiedenis, ja, doen begrijpen en verstaan. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Dat is het.